Maar ten derde malen dan toch klaar. En nu ook goed. Stentje met Weber die moet gaan rijden. 7-11, 57 honderdste seconde voor een leidersplaats in het klassement. Hij gaat goed voor start in 20-09. Maar wel een opening die de langzaamste tot nu toe is van de gereden paren. Nadat 53-46 is genoteerd voor Stan Shemmet. Twee helikopters, militaire helikopters, en hier een rondje boven het stadion. Het is het vertrek van de koninklijke familie. Koningin Juliana en prins Bernhard hebben in gezelschap van vijf kleinzoons een deel van deze wedstrijden bijgewoond. Willem-Alexander, Johan Frieso en Constantijn, zonen van prinses Beatrix, waren hier. En van de familie van Vollenhoven waren Maurits en Bernhard aanwezig. 1.27.02 is de doorgangstijd voor Stan Shemmet. En dat zit ruimschoots boven de tijd van Piet Klein en Stan Stensen in de vorige rit. Persoonlijk record van 7.18.66. En daar kan hij wel degelijk onder natuurlijk. Dus op deze manier doorgaat in ieder geval wel. Bergen is door Stan Shemmet ruim schoots op achterstand gereden. Het verschil is nu op bijna 100 meter. 3.08.11 na 2200 meter. En daar is Stan Shemmet iets ingelopen op de tijd van Stan Stensen. Het verschil is nu 1.19 seconde. Seconde dus langzamer, maar dat zou nog altijd betekenen dat hij in de buurt van de 7 minuten en 10 seconden rijdt. En dat is ten opzichte van de eindtijd die hij moet maken, Stan Shemmet, 7:11:57 om leider in het klassement te worden, toch altijd nog een voordelige marge. Hier is 4:51:13 te noteren na 3400 meter, 4:51:13 en dat is 2 seconden langzamer dan Stan Stensen, maar nog altijd onder die tijd van 7-11. 3 seconden verschil bijna. Ja, meer nog. 3:12 seconden verschil. En dat wordt dan dus problematisch. Hij zit nu op 7-12. Als Kajane Stan Shemmet beneden de 7.13.98 rijdt, daarmee zal hij dan toch Jan Egels Toerold nog voor kunnen blijven. Dat is dan wel niet zijn eerste plaats in het klassement, maar dat hij in ieder geval de tweede plaats in het klassement kan overnemen van Stoerholt. 6.37.18. Daarmee is hij dan duidelijk omhoog geschoven en is hij ook bijna 3 seconden boven de tijd van Jan Egels Toerold. Doorgekomen. We moeten rekening houden dat Kajane Stan Shemmet in de buurt van Klaas Vriend zijn tijd zal eindigen. Voor Stan Stensen moet hij 7:17:41 en dat zal hij dus waarschijnlijk net wel redden. Waarmee hij zich aan het einde van deze 5 kilometer in het voorlopige klassement op een derde plaats zal vestigen. 7:11 haalt hij niet, maar hij komt er met een uitstekende laatste ronde. 7:12:86. Is de tijd voor Kajane Stan Shemmet en daarmee neemt hij de tweede plaats over. Volgens mijn berekeningen van Jan Egel Stoerholt. Tot op dit moment. En daar komt Ulf Berggren die zijn 5 kilometer met een paar lange slagen afmaakt. En finisht in 7:35:11. Sjöbrand heeft op de 5 kilometer persoonlijk record van 7:18:97 staan. En aangezien alle Nooren tot dusver ruimschoots onder hun beste tijden zijn gedoken, zou je van Sjöbrand
niet anders verwachten. Onder deze omstandigheden iets meer wind. 2 1/2 meter. De temperatuur is iets gedaald. 20-21 is de doorgangstijd. Steeds een 2600ste seconde. Het gaat tegenwoordig om honderdste van seconde in de schaatsport. 2600ste seconde boven de tijd van Kai Arnestens Jemmet. Het is dan ook nog steeds een verrassende effect van de geweldige 500 meter van Erik Heiden, die hem nog steeds aan het top van het klassement brengt. Maar het zal wel duidelijk zijn nadat Arne Sjöbred gereden heeft, dacht ik, omdat hij met zijn 2:35.3 prachtig in de buurt van Stensjemmet blijft, dat daar straks weer een stuk of 3-4 Nooren prachtig op een rijtje staan in het klassement, vlak achter Erik Heiden, tot nu toe nog de trotse leider. 1:19 seconde boven Stensjemmet, uitkomende op 7:12.86. Ja, dat wordt dus in de buurt van de 7:14 als Sjöbred zo doorgaat. En dan moet toch wel gemeld worden dat ook hij, zoals we dat eigenlijk al kunnen verwachten, ruimschoots bezig is onder zijn persoonlijke record te schaatsen. We gaan naar 3400 meter toe. En nu heeft Sjöbred erin geslaagd om een klein gaatje te slaan tussen hem en de Rus. 4:52.65. Het is beneden de tijd van Stensjemmet. Het is eventjes in de buurt van de tijd van Piet Kleine, de laatste doorkomsttijd. Maar het is in ieder geval Sjöbred die hier duidelijk zijn rit tegen de Rus gaat winnen. En finisht in een keurige 7:11.74. Daarmee komt hij vlak achter zijn landgenoot Jan-Egloed Stoerholt. 7:16.93 is de tijd voor Atlaskin. Ja, ook alweer een verbetering van het persoonlijk record van Amund Sjöbred. En ook alweer ruimschoots, een seconde of 7 eronder. Erg goed. Die Nooren die zich inderdaad vlak achter Erik Heiden op een rijtje in de volgende plaatsen van het klassement gaan nestelen. En dan gaat het er maar om of er morgen op de 10 kilometer, want Heiden zal ongetwijfeld in staat zijn om een zeer behoorlijke 1500 meter te produceren, of er morgen op de 10 kilometer het grote geschut in stelling wordt gebracht. En men dan misschien wel met 4 man tegelijk de Amerikaan voorbij marcheert naar opnieuw de topplaatsen in het klassement na de Europese kampioenschappen. En dan heb ik in deze redenering nog eventjes Hans van Helden uitgesloten. Immers, hij moet nog aan de beurt komen op deze 5 kilometer. Zijn baanrecord die hier persoonlijk neerzette tijdens het wereldkampioenschap van vorig jaar is nog niet gesneuveld. 6-6 was er even bij. Heel dicht. Misschien dat Van Helden voor opnieuw een uitschieter kan zorgen en zich dan in dat klassement inderdaad ook in de top kan wringen. We kijken dan inmiddels naar een rit tussen Gary Gaplund van Canada en Olavi Köppe van Finland. Twee mensen die niet meedoen in de strijd om de medailles. En hier op de voorgrond passeert Amund Sjöbred onder een hartelijk applaus van het publiek hier op de tribune. Gaplund tegen Köppe. Maar zijn protesten tegen de verplaatsing naar Heerenveen vonden bepaald geen willig oor bij Henny Roos, de Nederlandse ISU vicevoorzitter, en bij Herman van Laar, de voorzitter van de KNSB.
En Schotting is dan toch maar met zijn Canadezen naar Heerenveen getrokken. Gaat goed gelijk op tussen Kaplan en Capé. We zijn bij de 1800 meter en we noteren 2:42.97. En om dat nog eventjes in één keer te vergelijken, dat is maar liefst 7 seconden langzamer dan Schoenbrand in de vorige rit. Dat is zoiets van een 7:26, 7:28 waar we nu op beland zijn als eindtijd. Nog altijd onder de persoonlijke records van de beide heren. De 6:22.82 na 4200 meter. Eindtijd in de buurt van de 7:32 nu al. Voor de laatste ronde. Laatste doorgangstijd dan ook 6:59.58. En dan zal het mij benieuwen of Capé erin slaagt om inderdaad de snelste 5 kilometer uit zijn jonge carrière af te leggen. Het ging tot dusver het snelst voor hem in 7:32.52. Misschien dat hij daar net aan toe komt nu. Maar dan moet hij wel goed doorgaan nu. De laatste meters. Nee, dat haalt hij niet. Kaplan komt aardig dichtbij. En die gaat zijn persoonlijk record wel verbeteren. 7:35.98 voor Capé, de Fin. En 7:37.33 voor Gary Kaplan. En dat is een verbetering van het persoonlijk record met bijna 12 seconden. Laatste voor een nieuwe dweilpauze. Colin Coach in de binnenbaan tegen Masayuki Kawahara uit Japan. Kawahara heeft een uitstekende 7:27 staan. En dat zal op een 500 meter nog niet direct doortellen, maar zeer zeker op de langere afstanden wel. Maar we zullen zien wat deze Australiër ervan gaat maken. We mogen hem nog een Australiër noemen als je bijna al een paar jaar achter elkaar hier in de buurt van Heerenveen en of in Nederland of Noorwegen wat rondtrekt en je werk hebt. 1996 was het vertrek. Dat is gestoord door de Japaner. En dat zie je ook aan het feit dat de Japaner, dat Kawahara, die het mij niet opgeeft, dat hij toch weer naast hem is komen glijden nu. Kawahara gaat hem voorbij, coach, en gaat dan nu als eerste door. 3:10.24 na 2200 meter. En het duel dat die twee uitvechten, dat zorgt ervoor dat ze toch nog aardig op een scherpe tijd blijven zitten. Dat is toch maar een seconde boven de tijd van Amon Schoenbrand. Nog altijd 7:12, 7:13 in het verschiet. Maar nu, we zijn dan in de buurt van de 2600 meter aan 3 kilometer. Nu komt dan toch wel het moeilijke moment in zo'n 5 kilometer race. En nu moet je gaan bekopen dat je iets te veel van jezelf hebt geëist in de beginfase. 3:45.28. Ja, daar gaan we zo'n... Bijna 2 seconden boven de tijd van
Amon Sjöbred zitten. En over dat keystone gesproken, daar is men uiteraard nog niet aan de wedstrijden begonnen. U weet het, tijdsverschil met Amerika. Wij leven hier 9 uur later. Het is ook niet mogelijk om dat dameskampioenschap hier in beeld te brengen eerder dan, en dat doen we dan ook, dinsdagmiddag. Wanneer we de banden van ABC Television gemonteerd hebben en u kunnen laten zien hoe het daar allemaal gegaan is. Dinsdagmiddag om 6 uur, al dus zenden we een samenvatting uit van het wereldkampioenschap voor dames in het verre Keystone in de buurt van Denver, Verenigde Staten. 6:43:59. Er is wel een eind teruggezakt in die laatste ronden. U ziet ook hoe hij moet knokken om nog overeind te blijven, om nog goed te kunnen doorgaan. Een gevecht tegen zichzelf, althans als Colin Coates daar niet nog even tussendoor kan komen. Nee, hij redt het. Een gevecht tegen zijn persoonlijke toptijd. Dat Kawahara met succes afsluit. 7:21:36. 6 seconden onder zijn persoonlijk record. En Colin Coates struikelt van vermoeidheid over de streep. 7:22:17 is zijn eindtijd. Enorm wat heeft die coach gevochten. Zonder wedstrijdervaring, zonder wedstrijdritme, zonder competitieelement in de afgelopen periode. Misschien met een nog niet eens goed herstelde blessure toch uitkomen in dit kampioenschap. En dan je leg knokken zodanig dat je vallend over de streep komt van vermoeidheid. Het publiek honoreert dat met een plezierig en waardering applaus. Je ziet hoe de zaken ervoor staan na 8 paren. Op deze 5 kilometer. U ziet dat de baan wordt uitstekend geprepareerd. De kansen voor Hans van Helder om er een toptijd uit te slepen liggen gunstig. Verder afgewerkt moet worden. Hans van Helden tegen Sergej Marchuk, Carlson Oyama, Mauricio Marchetto tegen Lobanov. Engelsman Sands tegen Boucher, Nitele Fischer, Emmerfol tegen Schwartz. Anton Birk komt dan nog aan de beurt tegen Alain Mouchard. Is in zijn carrière nog niet verder dan 7:16 gekomen. En ook hier zit het dus wel in dat er opnieuw een persoonlijk record gaat sneuvelen. Zeker van de Rus. En weer teruggeschoten. Veel bijval van de tribunes. Van Helderheid trouwens ook een thuiswedstrijd, want hij woont hier in Heerenveen. Althans is daar het grootste deel van het jaar. Doorgangstijd 20:04. Wind is 1,5 meter per seconde. Iets afgenomen dus. Marchuk in de buitenbaan nu. Van Helden aan de binnenkant. Lichte achterstand. Doorgangstijd 53:18 voor de Rus. Dat is 1/700ste seconde. Boven de tijd van 7:08:72 waarop hier het baanrecord staat. Ronde van 31.
supporters langs de baan daar. Dat moeten de twee mensen rijden om aan de top van het klassement te komen. Van Elden zou op 7 blank moeten komen onder het wereldrecord. Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. 1.26.89. Pardon. 1.26.89 doorgangstijd. Na 1000 meter. Dat is bijna 2 seconden boven de 7.8. We zitten in de buurt van de 7.10. We gaan eens even kijken met welk schema we dit voorlopig het beste kunnen vergelijken. We zitten ook al boven de tijden van Stoerholt. En van Sten Stensen. Van Helder heeft nu voorsprong. Na 1400 meter. Doorgangstijd 2 minuten en 7500ste seconde. In die 2.00.75 zit een 0,3 seconde onder de tijd van Stan Shemmet die op 7.12 uitkwam. We waren nu in een ronde van 33.7 beland. Dat zal nu wel op gaan lopen naar de 34. We kunnen dat aan de doorgangstijd afleiden. 2.34.85 na 1800 meter. Dat klopt dan dus een rondje van 34.8, bijna 35 seconden. We hebben met die 2.34.85 een achterstand van 0,3 seconden op het schema van Stan Shemmet. Dus nog altijd in de buurt van de 7.12 dat we rijden. En de 7.8 van Stan Stensen als afstandswinnaar, want zo moeten we dat zo langzamerhand wel gaan geloven, die raken een beetje buiten bereik van Helden. 3.08.63 is de tussentijd. 3.08.63, 15e seconde boven Stan Shemmet. Een ronde van iets meer dan 34 seconden weer, dat gaat toch wel goed. De buurt van de 35 blijven rondschaatsen in deze fase van de strijd is een aantrekkelijke prestatie. Maar om echt schokkende dingen te doen moet je dan zelfs nu in de 34ers belanden. En dat heeft Van Helder voorlopig nog niet. 3.42.12. 34.5, dat is een goede tussentijd. Die 3.42.12 overigens zit dan ook nog wel weer nog steeds een 0,3 seconde boven de tijd van Stan Shemmet. Dus in de buurt van de 7 minuten en 13 seconden rijden we nu. Laten we hopen ook heel goed aan het voleinde. Laten we de tijd van Stensen nemen. Die had 5.24 hier en 5.23.28 is 18e seconde sneller dan Stensen rijdt Van Helder nu. Heel goed. 5.23.28. Zeer goed die tussentijd. Erg goed de verrichting van Helden, die zich opeens ook van de Russen heeft losgemaakt, die wel vleugels lijkt te hebben. En u hoort het publiek dat hem als het ware draagt naar een uitstekende prestatie, die in de buurt moet gaan kunnen uitkomen van een verbetering van een baanrecord en van zijn persoonlijk record misschien wel. 5.57.34, vergelijken we dat met de tijd van Stan Stensen, dan zitten we er 1.14 seconden onder. We zitten dus in de buurt van de 7 minuten en 7 seconden. Van Helden heeft er een paar geweldige ronden tussendoor gegooid. Die is van voor in de 35, achter in de 34 teruggegaan naar ronde van 33 en heeft daar zijn winst geboekt. Rond de 2600 meter, 3000 meter, 3400 meter, toen is hij opeens gaan verstellen. En dat resulteert dan nu in de bel voor de laatste ronde. Die Van Helden gaat krijgen in een tussentijd van 6.31.85. En dat zit ruimschoots onder de tijd van Sten Stensen. Van Helden kan hier afstandswinnaar gaan worden. Kan zijn eigen baanrecord gaan verbeteren. Kan misschien ook zijn persoonlijk record van 7.7.82 naar beneden halen. En zal dan net zo'n sensationele 5 kilometer rijden als hij dat in het wereldkampioenschap van vorig jaar deed. De eerste plaats in het klassement kan hij niet grijpen. U weet, hij moet daarvoor een tijd van 7 minuten blank rijden. Dat haalt hij niet. Dat ziet u in beeld gebracht. Maar zijn laatste meters kunnen hem wel naar een nieuwe topprestatie brengen. Daar is de tijd. 7.46. Een nieuw persoonlijk record en een nieuw baanrecord voor Hans van Helden. Tevreden Leen Vrommer, die zijn pupil daar uiteraard van harte feliciteert en beloont voor deze voortreffelijke 5 kilometer van Hans van Helden. Maartje zoekt erachter, schudt hem de hand
Dan steekt hij altijd omhoog. En daar ziet u hoe op de 5 kilometer Stensen dan toch van de eerste plaats is verdrongen door Hans van Helden. En hoe Martsjoek, dat zou je tussen de bedrijven door nog bijna vergeten, hoe Martsjoek zich toch ook uitstekend gehouden heeft met die 7 minuten 10 en 23 honderdste. Want dan heeft hij een derde plaats mee bereikt in dat 5 kilometer klassement. Hoe dat in het algemeen klassement uitpakt, wordt nu in beeld gebracht. Heijden blijft uiteraard leiden voor Stensjemmet, Stoerholt en Stensen. En dan is Hans van Helden samen met Martsjoek Sjöbrand voorbij gegaan. Hans van Helden nu vijfde in het klassement. Martsjoek zesde. En dan pas de zevende plaats Sjöbrand. Piet Kleine heeft zijn positie ook weer moeten prijsgeven en is afgezakt naar een negende positie. Maar Hans van Helden heeft op deze 5 kilometer uitstekend werk geleverd en erg veel goed gemaakt. Van Helden heeft, dat ziet u op de lijst, 82.960. En Martsjoek valt daaronder 83.033. Toch ergens een underdog hebben en vinden. En die hebben ze dan in Gomez. Een vriendelijke man. Deze Antonio. Met zijn 2 maanden schaatservaring. Woonachtig in Barcelona. Lid ook van de voetbalclub Barcelona, die zoals u weet ook nog een aantal andere sportafdelingen heeft. Waaronder een ijssportafdeling, want er is een klein kunstijsbaantje in Barcelona. En dan is er nog vast gestart ook. Ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat de starter dit tot ter verhoging van de feestvreugde heeft gedaan. De mama's gaan staan terwijl hij de binnenman had gelood. En daar gaan we dan weg. Afstandman. En waarschijnlijk zal hij het daar dan ook wel op doen, want op zijn techniek komt hij niet ver. Het zal voor Bel erg snel eenmaal inhalen geblazen zijn en waarschijnlijk nog wel een tweede keer ook. En voor tijdwaarnemers en rondeaangevers wordt dit het probleempaard van de dag. Want, dat is dan de doorkomsttijd van Bel. En daarmee zit hij een seconde of twee boven de 7.45 van Boucher. Het publiek is daarvoor van de tribunes afgekomen en heeft zijn favoriet in dit toernooi wat de onderste gedeelte in ieder geval betreft gevonden. Ze zitten op hun knieën langs de baan en begeleiden Gomez met een krachtig Haya Gomez en slaan hun handen warm op de reclameborden. De
2,45, 76 die u daar ziet staan. Dat is de doorgangstijd van Bel na 1800 meter.